allemaal, leuk dat jullie weer kijken. En vandaag laat ik zien hoe je zeg van die hele lekkere fruitwaterdrankjes kan maken. Het is eigenlijk gewoon water met wat fruit erin. En dat krijgt een super lekker smaakje. Nou, het is niet buiten ook heel erg mooi weer. Hebben jullie vast ook wel gemerkt. En vooral dan moet je gewoon genoeg drinken. En water, ja, het is wel oké. Het is heel gezond voor je natuurlijk. Maar soms wordt het gewoon een beetje saai, weet je wel. En vandaag laat ik dus gewoon een paar manieren zien hoe je water net wat lekkerder kan maken. En er zijn heel veel combinaties mogelijk met ingrediënten die je gebruikt. Nou ja, het zijn niet echt ingrediënten, maar gewoon ja, fruitsoorten en kruiden die je kan gebruiken. Maar ik laat vandaag gewoon mijn favoriete combinaties zien. Eerste, en dit is persoonlijk mijn favoriet, is met citrusvruchten. En die vind ik zelf heel erg lekker, smaakt een beetje als een sapje. Ik begin met een wilde perzik die snij ik. Je kan ook een normale perzik gebruiken, is misschien zelfs wat beter. Het is wat sappiger, maar ik vind, ja, deze hadden we in huis. Daarnaast gebruik ik een sinaasappel en die pel ik gewoon. Ook de perzik en de sinaasappel in een fles of een kan, wat jij makkelijk vindt. Ik vond dit wel een mooie, ja, mooi ding ervoor. En dan doe ik ook wat muntblaadje en dat is net wat lekkerder voor de smaak. En daar voeg ik water aan toe. Oké, en daarna ga ik het schudden en leg het even in de koelkast. Je kan even wachten voordat de smaak echt goed is ingetrokken en dan ben je klaar. Oké, de tweede variatie is met citroen. Deze is best wel bekend. Deze is, ja, iets zuurder, maar net wat frisser. Ik zei je gewoon citroen. Je kan kiezen, je kan snijden in plakjes of in schijfjes. Schijfjes snijdt net iets makkelijker, maar ik vind het plakje zelf net iets mooier. Ik doe wat spaarrood erin. En ik gebruik spaarrood omdat ik dat net wat lekkerder vind. Je kan ook gewoon normaal water gebruiken, maar net wat je lekker vindt. Maar zoals je ziet, je kan gewoon variëren. Vervolgens voeg je de citroen eraan toe. Dat kan je eigenlijk ook voor het water erin doen, wat jij net makkelijker vindt. Ik moest hem wel een beetje, ja, klein maken. En je ziet hoe mooi het water weegt. Dat vind ik echt heel erg leuk. En daarnaast voeg ik nog een beetje munt toe voor de smaak. Dat vind ik zelf wel erg lekker. Nog wat ijsklontjes. En daarna gaan we schudden. Daarna kun je het inschenken en kan je het opdrinken. Je kan het ook in de koelkast doen als je dat net wat lekkerder vindt. En natuurlijk even laten intrekken. En de laatste is met watermeloen. Vind ik ook heel lekker. Deze is echt heel erg fris, vind ik. Smaakt echt heel lekker naturel. Nou, ik vind hem vooral lekker in combinatie met komkommer. Komkommer smaakt ook heel erg naturel. Ik snij eerst een paar plakjes komkommer. Daarna doe ik wat watermeloen. In een glas. Je kan het eigenlijk ook net in een kan doen of zo'n fles als je net zag. Maar als je, stel, je wilt gewoon snel wat drinken zonder allemaal gedoe, kan je ook gewoon in een beker doen. Ijsklontje erbij, rietje en kan je ook gewoon opdrinken. Als je het langer wil bewaren, kan je beter de kan gebruiken. Nou, dit was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een reactie achter welke combinatie jou het lekkerst lijkt. Misschien dat jij jouw favoriete combinaties die je zelf ooit hebt uitgevonden kan achterlaten. Bedankt voor het kijken en dan zie ik je volgende week weer. Doei!